Het nieuws in 1 minuut. Een deel van de bewoners die gisteravond hun huizen moesten verlaten vanwege de brand in de binnenstad van Kampen kunnen voorlopig niet terug naar huis door instortingsgevaar. De brand brak gisteravond rond 8 uur uit in schoenenwinkel Ziens en modezaak Witteveen aan de Oude Straat. Beide winkelpanden zijn volledig uitgebrand. Bij de brand zijn geen gewonden gevallen en er is ook geen asbest vrijgekomen. De politie in Utrecht maakt mogelijk beelden openbaar van railschoppers tijdens de wedstrijd FC Utrecht-FC Twente. De beelden worden momenteel bekeken. Ook wordt er onderzocht welke FC Twente-supporters vuurwerk hebben gegooid. Als de politie de railschoppers niet kan identificeren, maar wel een gezicht te zien is, wordt het publiek ingeschakeld. Thomas Berger heeft gisteravond in Enschede een concert gegeven voor een ernstig ziek meisje. Het gaat om Bibi. Bibi heeft kanker en wordt daarvoor in Nederland behandeld. Maar om te overleven heeft ze een behandeling in Amerika nodig. De opbrengst gaat in zijn geheel naar de behandeling van Bibi.